Alami, je hebt een hoop meegemaakt als voetballer en denk ik ook wel een beetje als trainer. Maar dit? Ja, dit was een knetgekke wedstrijd eigenlijk. Knotsgekke wedstrijd, zeker de tweede helft. Je staat op een gegeven moment met 4-0 achter en je komt terug uit een onmogelijke situatie eigenlijk. Ja. Dan gaat die bal op de stip en dan hou je het niet meer volgens mij. Nou ja, goed, Jamal kennende, DB is 9 van de 10 keer is raak. Dus ik ging er wel vanuit dat hij zat. Ja. Ja, ja. Het is ongelooflijk, hè? Je staat 4-0 achter, 4-4, 3-0 met de rust. Weet je, tijd zo te keren, speelt je ploeg zo goed in de tweede helft. De eerste helft ook wel meer balbezit, maar heel rommelig. Daar moet je gek van worden, denk ik ook, of niet? Ja, goed, ik heb in de rust gezegd van mannen, luister, we hebben Kuik van het kastje naar de muur getikt en zonder enige resultaat, maar we staan wel 3-0 achter. Twee spelhervattingen en een doelpunt bij en de spelhervattingen daar zijn we bekend om, daar zijn we niet al te best in. Dus ze hadden eigenlijk niks in te brengen en alleen wij maken het niet af, we krijgen geen kansen. Leuk voetbal, maar uiteindelijk sta je met lege handen. Dus ik heb gezegd 45 minuten, we gaan volle bak, niet meer achteruit en dan gaan we... Voor de doelpunten. Nou ja, goed, zo gezegd, zo gedaan. En gelukkig is het allemaal goed gekomen. Ja, gelukkig is het allemaal goed gekomen. De laatste drie wedstrijden toon je iedere wedstrijd toon je veerkracht. En speel je fase van de wedstrijd heel goed. Dit moet zeker de komende wedstrijden, zeker na de winterstop, het spel van Chabot nog worden, hè? Ja, ik heb ook gezegd van, we hebben nou een bepaald gevoel over ons heen. Je gaat er niet zomaar verliezen. Terwijl we dat voorheen wel hadden, dus... Voor de winterstop willen we geen wedstrijd meer verliezen. En dat laten die jongens nou al 3 weken achter elkaar zien. Ze komen heel, heel goed terug vanuit een bijna onmogelijke situatie. En dat is alleen maar veerkracht tonen. Dat is een compliment. Ja. En blijven hameren op dan zo'n eerste helft. Die foutjes die er dan insluipen in het spel wat er dan net niet uitkomt. Ja, die moeten er gewoon uit. Daar hebben we de hele week al over gehad. Wij geven kansen weg doordat we zelf fouten maken. Simpele fouten die eigenlijk niet hoeven. En die moeten eruit. En dan zal je meer kansen gaan creëren waarschijnlijk. En de tegenstander minder kansen. Ja. Dus. Maar al met al deze wedstrijd zal je niet snel vergeten, denk ik. Nee, die zal lang blijven hangen, denk ik. Het voelt eigenlijk als een overwinning. Ja, en overwinningen zijn altijd lekker, dus laten we ervan uitgaan dat het goed gaat komen. Ja, ik denk bij Hans Kraaij als een verliespartij. Ja, inderdaad, ja. Klopt, dus dat is voetbal.